het laatste fragment, dat vond ik echt geweldig. Je hebt van die levens en die stellen eigenlijk niks voor. En in één keer staat zo'n leven in het zonlicht. En dat gebeurde bij ene Marcel, mooie naam. Die werd opgepikt door Hart van Nederland. Die vond op een zeker moment op straat 9 dozen. En hij deed een van die dozen open en belde meteen Hart van Nederland en de politie. Fantastische beelden. Het is heel veel. Wat dacht je toen je dit zag? Schrikken eigenlijk, ja. Als nou één mappie is, maar het is niet één mappie. Als Marcel de politie belt, nemen ze hem meteen serieus. Ik zou zeggen, kom rustig met 2 auto's, want het is veel. Niet veel later komt de recherche alle dozen halen. Nou Marcel, het is weer in veilige handen. Het is weer in veilige handen. Ik ben toch wel blij dat ik er weer vanaf ben. Ik ben wel geschrokken, hè, wat je hebt gevonden. Ja, blij dat het over is nu. En dat alles weg is, dat alles is meegenomen. SBS6, geweldig gezet. Het zijn dit soort anonieme helden die dit land misschien wel redden van de ondergang. Er zaten geheime dossiers in die dozen, Henny. Ja? Dus het is deze anonieme held die voor even in het zonlicht staat. Maar goed dat John de Mol even een lichtje opzet. Hè, ja, man. Dat is ook SBS. Juist, dat is juist SBS6. Ja, ik zou wel SBS willen scanderen met heel mijn hart. SBS! 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 SBS6. Ja, dat is het. Is. Waarom begrijpen we dit eigenlijk voor? Denk maar dat John trots is nou. Ja, dat denk ik ook. Ja. John de Mol! John de Mol! John de Mol!